Hallo, welkom lieve ballonvrienden. Het is weer tijd voor een leuke ballonvideo. Ik ben jullie ballontwister Melby. En vandaag maken we een leuk paard. Voor een leuk paard hebben we eigenlijk maar twee ballonnen nodig. Ik gebruik een witte 260 en een roze 260. Dit zijn heel populaire kleuren. Zeker bij kleine meisjes. En de meeste kindjes die een paardje komen vragen, zijn dan ook meestal meisjes. Als extraatje heb ik nog een stukje overschot van een groene 260. En wat we daarmee doen, zie je later in deze video. Ik zou zeggen, neem jullie ballonnen en laten we starten. We starten uiteraard met onze witte 260 ballon. En deze gaan we opblazen. En we laten een staartje over van een viertal vingertjes. Zoals je kan zien. Knoop je ballon goed dicht. Maak je ballon een beetje zacht. En nu kunnen we starten. We starten met een dubbele pinch twist. Ik trek de knoop er zeker nog even door. Dan heb ik sowieso al een hele mooie pinch twist. En blijft mijn knoopje ook goed zitten. Dit wordt de snuit van onze paard. Dan gaan we verder met een drie vinger bubbel. Dan gaan we de oren maken. Dat is een twee vinger bubbel. Gevolgd door nog een twee vinger bubbel. Deze twisten we samen. En de rest van ons paard wordt heel makkelijk, want dit is eigenlijk hetzelfde systeem als we bij onze hond hebben gedaan. Enkel de nek maken we een beetje langer. Voor mijn paard gebruik ik meestal een nek van een vier vingertjes. Nu maken we de voorste pootjes met een drie vingerbubbel. Gevolgd door nog een drie vingerbubbel. Deze twist je samen. Dan maak ik het lichaam ongeveer een vier vingerbubbel. Opnieuw twee pootjes, dus twee drie vingerbubbels. Deze twist ik samen. En dan maak ik nog een kleine pinch twist. Trekken en draaien. En de rest van de witte ballon hebben we niet meer nodig. Deze kan je afbreken of afknippen. Eventjes dichtknopen. Afknippen. En nu hebben we eigenlijk onze basis voor een paardje. Dan nemen we onze roze ballon. Hoeveel je deze opblaast maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, want hier hebben we niet zo heel veel van nodig. Knoop goed dicht. Maak de ballon een beetje zacht en twist hem tussen de oortjes. Ik maak nu een ketting van vier bubbeltjes voor de nek mee op te vullen. 1, 2, 3. En 4. Deze bubbels verbind ik met de achterste pootjes. En ik doe hetzelfde langs de andere kant. Opnieuw 4 bubbeltjes.
zetter ben ik dan met de oren. Breek de rest van de ballon af. Maar gooi deze nog niet weg. Deze hebben we nog nodig voor onze staart. Ziezo, dit is nu een grote warboel. Maar hier kunnen we echt wel een mooi paardje mee vormen. Dus we beginnen met de snuit. De nek. En de manen. Of eigenlijk, ja, ik weet eigenlijk niet of het manen zijn. We zullen het haren noemen. Want een leeuw heeft manen, maar een paard niet natuurlijk. Dan gaan we onze staart maken. Blaas opnieuw de ballon op. Om geen hinder te hebben van het uiteinde, knijp ik altijd de lucht naar het einde van de ballon. En nu kan je kiezen hoe lang je zelf jouw staartje wilt van jouw paard. Wil je een langere staart, maak je het iets groter. Wil je een kortere staart, maak je het iets kleiner. Ik masseer deze meestal een beetje in een S-vorm. Dit vind ik persoonlijk mooier. Dan maken we een korte pinch twist. En pas als we deze pinch twist hebben gemaakt, gaan we de overschot afknippen. En nu gaan we deze pinch twist verbinden met deze pinch twist. En dan is ons paardje al bijna klaar. Maar wat je nog als extra kan doen met de extra ballon, dat is teugels maken. En ik maak de teugels altijd rond de snuit van het paardje. En dan verbind ik deze in de nek van het paardje. Hopla. Je kan dit vastknopen, maar ik breng het gewoon even door het midden. En dan brengen we alles mooi op zijn plaats. En dan heb je een heel mooi paardje. Om het helemaal af te werken, kan je er natuurlijk nog oogjes op tekenen. Maar ik heb nu momenteel geen stift bij me, dus dit kan ik momenteel eventjes niet doen. Ik wens jullie heel veel plezier met dit leuke dier.